Ik ben Willy en ik werk bij het Sociaal Cultureel Centrum Stadsplein. En wij werken heel veel met jongeren in alle leeftijden, maar ook specifiek toegespitst op inclusie. Onze organisatie deed mee aan dit Erasmus Plus project omdat wij de jongeren een kans willen geven om zich te ontwikkelen buiten hun eigen gezin en buiten hun eigen comfortzone. Deze projecten van het Erasmus Plus zijn echt geschikt voor de kwetsbare jongeren, omdat ze zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen. En dat ze kunnen ontdekken dat ze meer kunnen dan dat ze zelf denken. En dat ze meer kunnen dan dat hun omgeving denkt dat ze kunnen. Bijvoorbeeld een jongeman die alleen maar achter de computer zat te kijken naar trein, omdat dat zijn interesse was, na de uitwisseling daadwerkelijk een jaarkaart heeft gekocht en met de trein erop uit is getrokken. En hij heeft alleen maar mooie verhalen over alle treinreizen die hij maakt. En hij noemt ook vaak nog het uitwisselingsproject. De impact van zo'n project als dit op jongeren is gewoon heel erg dat ze jongeren zichzelf mogen zijn, kunnen zijn. Dat er een interactie is tussen verschillende landen. Dat komt bij elkaar en dat op een of andere manier werkt het gewoon. En dat zie je aan jongeren, dat ze zich comfortabeler gaan voelen en meer actie nemen, meer initiatief nemen. Het heeft onze organisatie toch wel opgeleverd dat we meer op de kaart staan. Dat we meer jongere bezoekers krijgen. Dat we de kans hebben gekregen van ons management om meer activiteiten op te zetten voor kwetsbare jongeren. Als ik met een andere organisatie in contact kom en ik probeer mijn enthousiasme over te brengen op die organisatie en ze te stimuleren om mee te doen aan een project van Erasmus Plus. Ik heb ontdekt dat heel veel organisaties toch denken, dit is niet voor deze doelgroep. Het kan niet met deze mensen. En ik heb wel geleerd door deze uitwisselingsprojecten dat er veel meer mogelijk is dan dat iedereen denkt. Schrijf een plan en doe het gewoon.